De Internationale Dag tegen Kinderarbeid werd op 12 juni 2002 uitgeroepen om voortdurend de aandacht te vestigen op het probleem van kinderarbeid en strategieën om deze uit te bannen, te herzien en opnieuw te bekijken. Dit jaar herdenken we deze dag voor de 22e keer. Het thema voor 2023 is Social Justice for All and Child Labor. In de wereld leven 1,2 miljard kinderen in armoede en zijn er momenteel bijna 200 miljoen kinderen betrokken in kinderarbeid. Daarnaast constateert de Internationale Arbeidsorganisatie ILO dat jaarlijks 22.000 kinderen sterven door hun werkzaamheden en genieten meer dan 20 miljoen jongens, als ook 20 miljoen meisjes, niet van basisonderwijs. Het thema voor 2023 is Social Justice for All and Child Labor. In de wereld leven 1,2 miljard kinderen in armoede en zijn er momenteel bijna 200 miljoen kinderen betrokken in kinderarbeid. Daarnaast constateert de Internationale Arbeidsorganisatie ILO dat jaarlijks 22.000 kinderen sterven door hun werkzaamheden en genieten meer dan 20 miljoen jongens, als ook 20 miljoen meisjes, niet van basisonderwijs. Minister Stephen McEnroe van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken geeft aan dat zowel in de rest van de wereld, ook in Suriname, kinderarbeid nog steeds voorkomt. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is van mening dat kinderen in de schoolbanken thuis horen en geen arbeid moeten verrichten. Het ministerie is ook van mening dat kinderen na schooltijd moeten kunnen spelen en ook geen arbeid moeten verrichten. Daarom heeft het ministerie een tweetal commissies in het leven geroepen welke werken aan de uitbanning van kinderarbeid, inclusief lichte arbeid. Kinderarbeid, althans activiteiten gericht op de uitbanning daarvan, zijn ook opgenomen in ons derde Decent Work Country programma, welke in februari jongstleden is ondertekend. Het ministerie zal samen met andere relevante ministeries en stakeholders werken aan de implementatie van deze activiteiten, zodat kinderarbeid in Suriname heel snel tot het verleden kan behoren. Het ministerie is van mening dat elk kind dat arbeid verricht een kind is wiens toekomst in gevaar is. Daarom zullen we alles in het werk stellen om kinderarbeid in Suriname uit te bannen. Het ministerie van Arbeid doet een beroep op iedereen die gevallen van kinderarbeid waarnemen deze te rapporteren bij het directoraat Arbeidsinspectie. Kinderen die zelf arbeid verrichten, kunnen dit doorgeven bij de maatschappelijke dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.